Oké, okay, pas je wel op, want het lijkt erop als... Ah! Ja! Beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Vandaag gaan we een nieuwe video opnemen. Vorige keer wilde ik een auto monteren die helemaal draait en rijdt op prachtige nootmuskaatkoekjes. Maar toen werd ik onderbroken door Peter en Arie. Gelukkig zijn al de scooters ontploft. Maar nu gaan we het wel doen, jongens. Dus voordat deze video begint, abonneer allemaal even. Je bent van harte welkom, want als je niet abonneert, eet ik je donuts op. En we gaan deze video voor 3000 likes. En reageer dat je bent geabonneerd, dan geef ik jouw reactie een hartje. Prachtig! Oké, ik heb de eerste doos, die heb ik al helemaal klaar. Dat is top. Dus ik even te kijken, moet ik hier nog wat vandaan halen? Of valt het allemaal wel mee? Ik word de hele tijd al sirenes buiten. Het is echt weer zo'n drukke dag. Het laatste ding in de doos doen. Ik heb hier op tafel nog dingen klaarstaan. Helemaal top. Helemaal tip-top in orde. Open hem! Oh, nee. Open hem! Nee, niet weer. Wat? Ja, Peter! Jongens, Peter! Uit huis! Muis uit! Arie, wat doe je hier? Waarom ligt hier een scooter? Waarom ligt hier een scooter? Weet niet, waarom ligt hier... Dat vraag ik beter aan jou vragen. Waarom ligt hier een scooter? Goed, laat me even voorstellen. Mijn naam is Barry. Barry Agent. Ik ben de broer van Arie. Want Arie is komen te overlijden. Is Arie dood? Ja. Jouw fout, hij heeft me alles verteld. We waren collega's en broers. Hoezo? Hij heeft je alles verteld, hij is al dood. Peter heeft me alles verteld. Toch, Peter praat niet. Jawel, inderdaad, Peter, dankjewel. Hij zei niks. Henkie, je mag je even omdraaien. Ik ben inderdaad Henkie. Ja, weet ik. Je mag even omdraaien. Je bent aangehouden op moord van Barry. Van wie? Jij bent Barry. Van Barry. Ik ben Barry. Maar ik heb niks gedaan, heb je bewijs? Oké. Kom maar naar buiten. Wat heb je? Er is met geen mogelijkheid bewijs dat ik iets heb ge... Dit zijn alle scooters die zijn ontploft. Hij je handen omhoog. Wat? In de naam van de wet. Je hebt geen bewijs dat ik Arie heb vermoord. Henkie, ja? Je mag je handen even om je rug doen. Om mijn rug? Ja, om je rug. Wat? Hoe doe ik mijn handen om mijn rug? Moment, ga ik even kijken. Zo. Dat is... Hoe doe ik dat? Kijk, het werkt. Zie je dat? Ja, wauw. Nee, laat me zitten. Tegen die auto waar je bent aangehouden op verdenking van moord van Arie. De brandweer, help! Ik word ontvoerd. Peter, ja, echt wel. Ja, nee, maar dat kun je zo gaan doen. Ja, maar ja, dan moet je niet zo moeilijk gaan doen, Peter. Ja, wat? Hoezo? Nee, we moeten hem gewoon weer meenemen. Wat? Ja, nee, wat? Gaat dit er wel door? Oh, hey! Nee! Stop, je raakt me nooit! Oh. We hebben een meltdown! Meltdown! Oh! Kenny, je bent zo blij dat ik het gewoon heb verhoord. Perry, waarom lig je bij me? Perry wordt wakker. Nee, blijf liggen jij. Hoorde ik nou jou, Peter? Wat? Ik hoorde... Kom eraan. Ik hoorde Peter. Waar zijn we? We zijn bij het ziekenhuis, maar ik hoorde Peter, denk ik. Nee, toch Peter. Nee, inderdaad. Wat? Henkie meekomen. Ik kom mee. Terwijl Peter niet oplette en haar Barry niet oplette, heb ik het pistool gepakt. Gaan we, jongens? Moment, ga maar vast, Peter. Ga maar vast. Kom maar aan. Hé, jullie hebben mijn motors. Hebben jullie... Waar ga je heen? Ik ga parkeren. Oh, waarom parkeer je mijn motor hier, joh? Dit is... Oh, Peter! Henkie, hier komen. Nee, dit gaan we niet nog een keer doen. Henkie, kom hier. Nee, ik weet al wat je gaat zeggen. Henkie. Ja? Je bent dus aangehouden omdat mijn broer Arie dood is, ja? Ja, Arie. Wat explosieve diarree hoor ik. Ja, je bent aangehouden omdat Arie dood is. Ik heb Arie niet vermoord. Wel, heb je hij moest op een rode knop drukken, zei Peter. Druk, ik zei druk maar niet op de rode knop uiteindelijk. Wel, heb je wel gedaan. Ja, dat heb ik inderdaad wel gedaan. U moet weer even in de gevangenis zitten. Even maar. Ja, een paar maanden. Nee, maar ik... Nee. Maar, nee, daar maar... heb ik wel een aantal gegevens van u nodig. Nee, ik weet niet, hoe heeft Arie dat met jou gedaan? Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Ja, hoe heeft hij dat gedaan? Nee, ik wil niet nog een keer datzelfde riedeltje door. Goed, we doen het op mijn manier. Naam! Peter! Wat kom jij vandaan? Peter, heb jij Gerard Boers mij met wang gehouden? Nee, ja, snap ik. Nee! Nee, ik heb een idee. Weet je hoe ik dit met Arie heb gedaan? Nou. Met Arie had ik een afspraak. Ik had een deal met Arie. Ik moest eigenlijk de cel in, maar ik zei, als ik nou een prachtig mooi voertuig voor jou monteer, wat nou als ik dan vrij mag komen? En zo kwam ik vrij. Dus wat nou, Barry, als ik hetzelfde voor jou doe? Niet nodig. Mam! Nee! Barry, alsjeblieft. Waar hou je van? Waar hou je van? Wat vind je leuk? Jou. Oh, nee, Arie hou ik van, maar jij, die is dood. Ik ben zo terug. Peter. Ja. Arie, Peter, praat! Peter, ben je hier vrijwillig? Peter?
Is... Peter, zeg iets. Zeg iets. Peter, praat. Peter, hij praat. Peter, zei iets. Goed. Helemaal niet. Oké, wacht even. Goed, Henkie. Ja? Kom mee. Ik heb treurig nieuws. De computer deed er niet. Dus ik moet het hier doen. Mam! Nee! Barry, waar hou je van? Wat kijk je lief? Wat kijk je op tv graag? Wat vind je leuk? Waar ben je fan van? Vrouwen. Iets anders. Van auto's. Waar hou je van in auto's? Ik maak het voor je. Ik hou niet van auto's. Echt niet? Nou ja, wel een beetje. Waar houdt Peter van? Chocola. Kijk maar, hij is dik. Maar zeg het, ik maak het voor je. Alles. Kijk uit, Peter. Kijk uit. Ik maak het... Wat? Wie praat? Peter praat helemaal niet. Nee. Maar ik maak me belachelijk. Peter, hou je mond. Hip. Je hebt geen pistool. Wat is mijn wapen? Handen omhoog. Die handen omhoog. Peter ook. Allebei. Allebei handen omhoog. Peter. Doe het maar. Peter. Doe het wapen weg. Wapen weg. Peter, wapen weg. Hoe kom jij aan mijn wapen? We lagen lepeltje. Ga naast Peter staan. Oké, jongens. Ik ga niet in de gevangenis. Zeg me na. Zeg me na. Nee, ik ga niet in de gevangenis. Wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Hou je mond, zeg je niet. Ik ga niet in de... Je hebt Peter geraakt. Kijk, zo raak ik Peter, dus ik knielt. Oh! Handen omhoog, weg! Ik heb mijn handen omhoog. Voordat de escalatie deescaleert. Ik ga niet de gevangenis in, oké? Okay? Nee! Nee, wat wil je? Waar hou je van? Pinky, doe dat wapen nou weg. Oké. Okay. Je wilt toch niet twee moorden op je geweten hebben? Benny, waar hou je van? Snelle auto's. Ja, maar specifieker. Ik maak het voor je. Snelle auto's. Specifieker. Peter. Hoe gaat zitten? Vier wielen. Zonder dak. Snelle motor. Snelle motor. Strak design. Strak design. Punt. Drinken in de auto. Om mijn keel te smeren. Oké. Okay. Peter, blijf staan. Peter, kijk uit. Verder een eenpersoons zitje. En Peter! Hele... Oh, wat? Nee, jij blijft nou straks daar, man. Oké, weet je wat? Ik heb denk ik een idee wat ik voor je kan maken. Hier is je wapen terug. Zo. Hier is je wapen terug, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Zo. Oké, dan ga ik dat... Handen omhoog! Nee! Oké, jongens, ik ga het voor jullie monteren, oké? Okay? Ja, dat is goed. Okay, Henkie, kom wat nou. Wat is het? Wat wil je? Mag ik je nummer? Mijn nummer? Ja. Oké, okay, dat is dan 060606. En dat was het. Onder welke naam staat de telefoon? Nee, ik wil het niet. Kom hier. Henkie, naam. Oké, kijk eens, ik sta hier dan en ik dacht, wat is nou snel? Wat is nou eenpersoons? Wat is nou een soort cabrio? Dacht, kijk nou. Wat nou als ik een Formule 1 auto maak? En ik heb hem gelijk gemaakt. Ik denk, ik bespaar jullie een keer het heel het proces ervan. En ik ga gewoon gelijk een Formule 1 auto maken. Hij is zo mooi. En hier is de paardenracebaan. Maar ik dacht, wat nou als ik bij de paardenracebaan gewoon met de Formule 1 auto ga rijden? Aan de kant, meneer. Aan de kant! JMG. Goeiedag, meneer. Komt u hier voor een showtje of zo? Ja, wat moet je? Komt u... Sorry. Komt u hier voor een showtje? Nee, wat denk je dan? Weet ik veel waar je dan voor komt? Trekkerrace. Ja, ik ben Boejohan. Boejohan. Ja. Oh, dus er stapt een kind uit het... Is dat uw kind? Ja, hij rijdt. Hij rijdt? Ja. Hoe oud ben jij, jongen? 12. Mag jij wel rijden? Nee. Maar waarom rij je... Ja, zeg ik dan. Ja. Jij mag rijden? Ja. Oh, nou stap maar in. Kan je zien? Of zit je niet te laag? Nee hoor. Hoe heet jij? Querimine Langelo Wali. Querimine Langelo Wali? Ja. Zal ik even een testritje met je maken? Ja, dat is goed. Wel heel voorzichtig. Voorzichtig. Gaat goed. Kijk, dit is nou hoe je kinderen leert rijden op een veilige manier. In een Formule 1 auto. Hij kan wel rijden. Waar gaat hij heen? Hij kan wel rijden hoor. Ja, maar waar gaat hij heen? Dank je wel meneer. Wat? Nee, die is voor Barry. Die auto is voor Barry. Michelangelo Vula Vila. Ik weet niet meer hoe je heet. Die auto is niet voor jou. Nee. Stop. Ze hebben mijn auto gestolen. Daar is hij. Oh, ik trek mijn Henkie snelle laars aan. En nu kan ik erbij houden als ik op tijd ben. Als ik op tijd ben, kan ik erbij houden. Nee, kom terug. Kom terug. Nee, mijn Formule 1 auto. Nee, die hou ik nooit meer bij. Jongens, mijn Formule 1 auto. Had ik nou dan maar weer terugrennen. Oh, jongens, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Ik ben mijn auto kwijt. Nu ga ik sowieso naar de gevangenis. Betty die wilde heel graag een snelle mooie auto. En dan nu dit. En dan... Hey, Johan! Sorry. Je hebt mijn auto gestolen! Nee. Jawel, wat? Mijn kind, maar hij is weg. Jij nu? Stap in, we gaan hem zoeken. Johan, yeah. Waar is hij nou? Ik vind het helemaal niet leuk dit. Ik vind het helemaal niet leuk dit. Oh, daar is hij! Daar is hij! Rijden, gassen! Ja, maar ik mag niet harder. Hoezo, je kan harder. Voor mij mag je harder. Johan, pak hem. Hij reist in mijn Formule 1 auto. Pak hem. Je kan hem pitten, die auto is sterk. Dat overleeft hij wel. Ga nou eens sneller, Johan. Nee. Johan! Au! Johan! Au! Johan! Au! Au! Au!
Waar is hij nou? We zijn hem kwijt. Oh, ik zit hier even te sleutelen voor je, Johan. Als ik nu dit draadje en dit verbind en druk eens nu heel hard op je gaspedaal. Oh nee, daar. Ja, kijk, daar ga je. Oh, zo, nee. Je gaat er 300. Gassen, Johan, gassen. Blijf vergassen, daar heb je hem. Je bent sneller dan hem nu. Je bent sneller. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, goed zo. Je hebt hem. Nee. Nou, ja. Goed zo. Oké, stop hem, stop hem. Uitstappen. Uitstappen is gefeit. Uit die auto. Uit die auto. Ik trek je eruit. Ik trek je eruit. Nee. Eruit. Eruit. Zo. Eruit. Ja, hier. Wat dacht je daarvan? Hier, rotkind. Oh, papa. Rotkind. Hier. Ik wil nooit meer van jullie horen. Ik wil nooit meer van jou. Zo, wat een sukkel, hé. Ben ik eindelijk vast af. Oh, wat een rotkind en een rotvader. En ah, wat een gedoe helemaal. Ik wil nu eindelijk gewoon veilig. Auw. Laat ik het test doen op een nieuwe plek, jongens. Want die oude plek is niet meer veilig met die twee. Oké, kijk eens. Ik zit te denken aan een prachtig mooi plekje. En ik denk dat ik hem wel gevonden heb. Althans, gevonden heb in gedachten heb. Maar dan moet ik er nog eventjes voorzichtig heen rijden. Maar deze Formule 1 auto gaat Barry zo leuk vinden. Hij gaat hier zo tevreden mee zijn, hè. Ik denk dat hij dit helemaal... Oh, wacht eens even. Nee, dat meen je toch? Nee, klopt. Ja. Oh, nee. Waarom kom ik jullie nou tegen? Jongens, opa's. Ja, maar Gerard, weet je wat het is? We moeten nog wel tanken, dus dat gaan we wel eerst doen. Hallo, achter jullie. Ja. Zal Max verstappen? Nee, die is toch al lang dood, shit. Tank is ons dicht. Wacht nou, stop! Ja, joh. Stop eens. Stop hem even, gek. Ga weg, joh. Stop eens. Stop. Hey, joh. Stop nou. Gerard, wat is dit? Stop. We moeten weg. Jongens. We moeten weg hier. Waarom zijn jullie zo snel? Zijn jullie zo snel? Wat? Stop eens. Ik weet wat, Toos. Stop. Wat weet je dan? Oh. Ik ga schieten. Gerard, goed in de wapen. Stop. We moeten... Stop. Afleidingsmanoeuvre. Stop, jongens. Stop uitstappen. Meneer, ga weg. Hey. Hey, Hekkie. Hey. Hey, Toos. Waarom komen jullie... Gerard, je hebt een wapen. We zijn gaan jagen. Jullie gaan jagen op wat? Nee, we hebben al gejaagd. Kijk, ik heb deze ook meegenomen. Wat? Waar hebben jullie op gejaagd? Ik heb deze. Beren. Zo heb je een... Waarom kom je daaraan? Beren, ja, dus, er leven geen beren in deze... We leven geen beren in deze stad. Kijk, weet je dit werkt? Dat doe je zo. Ja. Plop. Of dat doe je zo. Geen vogels uit de lucht schieten. Ja. Weet je wat? Gaan jullie lekker op beren jagen? Ik weet dat er geen beren leven in deze natuur. Maar gaan jullie lekker op beren jagen? Ah, oh, jongens. Die twee opa's die zijn ook zo gek, hè? En ik wil helemaal hierheen gereest om mijn auto terug te halen. Nou, ik denk dat dit wel een korte route is. Maar peren, waar hebben ze het over, die ouwe? Die ouwe gekken worden tegenwoordig met de dag en dag worden ze raden. Kijk, hij is off-road is hij zelfs. Goed, jongens, deze auto. Hoe leuk is dat? Dat meen je. Nee! Oh! Stop! Stop, 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 stop! Oh, ik doe toch niks? Ik ga, weet je wat? Ik ben gewoon veel sterker. Hier, zo. Ja, gaat het beer? Ik heb een beer gezien. Ze zijn echt. Ik had nooit gedacht dat de beren echt waren. Oh, moet je zien. Kijk, konijn, ik heb een beer gevonden. Oké, de beer staat op. Ik ga er vandoor. Dag, beer. Nou! Oké, jongens, nu gaan we echt naar huis. Nu ben ik het helemaal... Oh, er was er nog een beer. Nu ben ik het helemaal zat. Oké, jongens, ik ben eindelijk aangekomen voor een daadwerkelijk goede test. Maar het was me toch een avontuur om hierheen te komen. Beren, Toos en Gerard. Eigenlijk is dat hetzelfde. Het zijn ook beesten. Laat ik even het vliegveld opgaan en een leuke test doen. Nou! Wow, wat is hij snel! Hij is zo snel op de 500 km per uur. Wow! Wow, oh, remmen. Oké, de remmen zijn ook prima. De remmen die zijn goedgekeurd. Jongens, ik denk dat jullie gewoon echt niet beseffen hoe snel deze is. Het is echt zo snel. Oh, oh, voertuig! Voertuig nou! Mij was dat een vliegtuig. Oh, nee. Wat heb ik gedaan? Jongens, oh, pas op, pas op! Het spijt me. Meneer, gaat het? Oh, nee. Oh, wat heb ik gedaan? Sorry. Mevrouw, heeft u gezien wat er gebeurd is? Hoi, ben Chantal. Hoi, Chantal. Heb je gezien wat er gebeurd is? Ik ramp tegen een vliegtuig aan en die oploft en nu is de man dood. Oh, hallo. Hallo. Wie bent u? Mijn naam is Sander, stuntpiloot. Sander, en dit is Chantal. Dit is mijn stewardess. Oh, u zit ook in het vliegtuig? Ja. Gaat het? Sorry dat ik jullie heb opgeblazen. Maar meneer, wat was u aan het doen? Ik was aan het rijden. Ik was een snelheidstest aan het doen. Sorry. Ik hou van stunten. Ja? Ja. Dat wilt u eens in mijn voertuig rijden? Doe maar niet, hé. Oké. Hij is heel snel. Hij doet even niet. Charlotte, jij ook zo meteen? Ik. Jij heet toch Charlotte? Chantal. Oh, Chantal, sorry. Ja, oh. Hoe heet jij ook alweer? Ik wil even kijken. Oh, jij heet Elmo. Wat zei je, nee, Chantal? Nee, Elmo is mijn mascotte. Ik zeg ook even Elmo. Ik kan Chantal niet... Elmo! Ik kon je niet verstaan, Chantal. Wat zei je? Ik zei dat ik even een peukje moet roken. Nou, doe dan. Dat mag. Oké, pas je wel op, want het lijkt erop als... Au! Dat is zoveel pijn. Weet je wat, ik sta wel op. Dan komt het vast wel helemaal... Oh, nee. Chantal, gaat het? De stuntpiloot kan echt niks. Dat deed zoveel pijn. Nou, hij wilde
een keer doen. Chateau, rennen. Chateau, volg me. Hij komt eraan. Chateau. Ik wil even peukje roken. Nee, er is nu geen tijd voor peukjes roken. Wat is er met die Elmo voor jou in de hand? Nee, nee, nee. Elmo, uitstappen. Elmo. Elmo, Elmo eruit. Wat doe je, Elmo, joh? Elmo, houd van stuntje. Je hebt me al 3 keer aangereden. Ja. Stap uit, joh, gek. Zou ik er anders ook 1 voor jullie 2 maken? Nee. Nee, hoezo niet? Hey, ja, dit krijg je van het roken, Chantal. Ja. Waar gaat hij heen, die stuntpiloot? Een bom. Een bom? Ja. Nou, weet je wat, jongens? Ik bedoel, Chantal. Succes met jullie leven. Ik hoop dat je nog lang mag ademen en stop met roken. Ja, heb je toevallig nog een peukje voor jou? Ik heb geen peukje voor je. Nee, ik heb geen peukje voor je. Oh, daar heb je hem, Chantal. Hey, daar is hij. Kijk. Hey. Je bent echt een stuntpiloot. Chantal, dat had je me nooit verteld. Oh, Chantal leeft toch. Hé, Elmo. Elmo! Oh! Ik kan ook nemen. Weet je wat, ik vond het wel een mooie test. Ik ga deze auto een keer afleveren naar, hoe heet je ook alweer, Betty? Want ik denk dat Betty hier wel heel blij mee kan zijn. En jongens, ik heb echt bijna geen testen kunnen doen. Maar ik ben nu bijna bij het politiebureau. Daar rijden we even langzaam heen. Kijk, een snelle variant zo, hoppakee. Oh, ik ben zo benieuwd wat Peter en Betty ervan vinden, hè. Ik hoop dat ze hem leuk vinden. Ik heb echt mijn best gedaan hierop. Ik heb zo mijn best gedaan. Oh, ik zie Peter al staan. Oh, nee. Voor Peter ben ik altijd een beetje bang. Peter, ik ben... Ik heb een auto voor Betty gemaakt en... Nice. Oh, je praat. Wie is dit? Peter, tot de volgende keer, hè? Wat? Oké, ik ga wel naar binnen, want daar is... Ik moet Betty zitten. Mijn naam is Leo. Leo. En ik maak flesjes Leo. Oké, Leo. Dankjewel. Leo, weet jij wat... Weet jij wat... Dag! Waar is Betty? Betty is dood. Dood? Ja. Sinds wanneer? Hoe kan dat? Ik heb me vermoord. Waarom? Wacht, ik koffie halen. Wat? Ik had zin in een bakje koffie. Oh, nee. Nee, mijn auto! Diefstal! Peter, ja. Diefstal! Mijn auto, daar gaat hij! Nee! Oh, is hier. Peter, maar is Betty dood? Hoe kan Betty dood zijn? Dat weet ik ook niet. Je zegt net dat je me vermoord. Ja. Maar, hoe ga ik dit dan doen? Fijne dag. Wat? Jongens, heb ik helemaal een voertuig voor Betty gemaakt. Is Betty dood? Wat moet ik nou doen? Oh, nee. Oh, wat zonde van dit voertuig. Oh, dat vind ik zo jammer. Betty? Ja? Je was toch dood? Nee, ik was even naar de wc. Peter zei dat je dood was. Nee, toch, Peter? Nee, inderdaad. Waarom praat hij niet als jij er bent? Hij zei letterlijk dat hij had vermoord. Hoezo? Hij praat gewoon. Hij zegt maar, niks. Maar ben je al klaar of wat ben je aan het doen? Dit is hem. Alles ga je de cel in, hè? Dat weet je. Dit is hem. Nee, je weet het, hè? En wat ga je de cel in? Dit is hem. Wat is dit? Voorzichtig, Peter. Dit is hem. Wat is dit? Dit is je auto. Waar moet ik ermee? Ja, je zei toch dat je een cabrio met 1 persoon en een punt en snel en... Ja, en dat is dit? Dat is dit. Ben je dat zeker? Dat weet ik zeker. Mag ik hem testen? Je mag hem heel goed testen. Oké, maar ik moet dus gewoon instappen, hè? Ja, ik heb vast hier gestaan. Dan kan jij zo meteen van die kant naar die kant rijden, zo. En dan kan je zo'n snelheidstest doen en dan kunnen we kijken hoe goed hij rijdt, oké? Okay? Dan kan je hem zelf helemaal testen, ja, Betty. Maar ik hoor allemaal piepjes. Wat is dat? Ja, dat is gewoon goed. Dat zijn de snelheidsdingen. Ja, kun je even controleren? Ja, nee, dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Er is niks mis. Ja, maar er is niks mis met de auto. Oké, je moet me gewoon vertrouwen. Betty, okay, ik beloof je gaat niet hetzelfde lot tegemoet komen als Arie. Ik beloof het je. Nee, precies. Oké, maar dan ga ik een rondje rijden, ja? Ja, is goed. Oké. Gewoon gassen. Gewoon gassen. Je kan het, Betty. Je kan het. De auto is van jou. De auto behoort tot jou. Ga rijden. Dit is de auto van je dromen. Oké, ga rondje rijden. Nee, dat was fout. Betty. Nee, Peter. Betty.